Achoo, je bent vergeten in je elleboog te niezen. Oeps, ga één vakje terug. Als daar een andere speler staat, ga nog eens een vakje terug. Je verzint het niet. Maar ja, aan de andere kant, het kon niet uitblijven. Een coronaspel. Uh-oh. Wat is dat nou? Moet je uitleggen? Wat is dit? Een gevaarkaart. Een gevaarkaart? Je handen regelmatig wassen, wat een onzin. Je slaat het advies van het RIVM in de wind. Nou is je kans op besmetting toegenomen. Net als de kans om iemand anders te besmetten. Ga voor de zekerheid in thuisquarantaine. En hoe kom je daar nou weer uit? Je moet gewoon één beurt overslaan en mag je weer verder waar je eerst was. Het lijkt wel een beetje op ganzenborden. Ja, is ook een soort van. Het is echt een spel door hun gemaakt en bedacht. En alles wat ze uit de persconferenties hebben onthouden en acties die we zelf gedaan hebben, dat hebben ze allemaal in de kaartjes verwerkt. Dus het is echt een, ik ben natuurlijk totaal niet objectief, maar het is wel echt een heel leuk spel geworden. Ja. Wat gaan jullie met dit spel doen? We gaan het 1000 keer laten afdrukken. Hoe kan je nou heel snel veel mensen bereiken om het spel aan mee te geven? In de supermarkt. In de supermarkt. Nou, ja. 1000 mensen die het dan ook kunnen gaan spelen. Wat zijn dat? Hart onder de ring. Hart onder de ringkaarten. Nou, hier leef je deze helemaal in voor. De markt op zaterdag mag niet doorgaan. De fruitboer kan geen geld verdienen. Via Facebook biedt hij je fruitpakketten aan. Jij bestelt een pakket. Mooi, pak nog een hart onder de ringkaart. Nou, Sifra heeft het eerste spelletje gewonnen. Ja. Jullie hebben nog 3 tientjes nodig, hè, om die 500 euro drukkosten van elkaar te krijgen. Nou, die 3 tientjes komen vast wel goed. En ik speel ondertussen nog even een spelletje. Zullen we nog? Ja.